Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en ik heb vandaag weer gewerkt. Ramon gaat zondag niet mee naar de klassieke. Lopen we hem een klein beetje mee te pesten. Sorry Ramon, maar omdat hij gewoon zo leuk is. Hier het plaatje waar wij hem dus mee pesten. Nou, ik heb hem zelf gemaakt. Ja, Ramon die komt er wel een klein beetje om lachen. Dus wat dat betreft kan het er wel mee door. Klein geintje af en toe moet kunnen. Ik hoop dat Ramon het ook wel leuk vindt. Ik denk het wel. Jawel, Ramon vindt het wel leuk. Grapje, klein grapje. Nou, aanstaande zondag dus de klassieke. Ik weet niet of ik nog steeds niet kan filmen, want ik heb nog steeds geen camera gekocht. Joost had gisteren een camera bij hem, die was niet goed. Dus ik moet heel even wachten. Ik weet niet of dat zaterdag de eerste training en zondag de klassieke, of dat ik dan alweer een nieuwe camera heb. Dus ik hoop het wel. Want ik wil graag die wedstrijd voor jullie verslaan natuurlijk. En ik wil daar een vlog van maken, van die wedstrijd. Dus ik ga zo even een hapje eten. Het is 6:30. Dus ik ga er gelijk zo weer vandoor. Ik ga even een hapje eten. En ik heb vandaag nog niet veel gedaan. Toen ik thuis kwam, een beetje uitgerust. Ik heb even heel even liggen slapen. Want ik was echt helemaal dood en dood op. En ik ga vanavond ga ik even de twee vlogs nakijken. Want ik kan het hier online zetten. Van het Openluchtmuseum, die jullie dus afgelopen zaterdag en zondag gezien hebben. Die moet ik nu nog even nachecken. En dan kunnen ze online komen. Of kan ik ze uploaden. En dan komen ze zaterdag en zondag online. Ja, dat was het voorlopig heel eventjes. Ik heb voorlopig even nog niet veel te melden. Maar dat is dus eventjes hetgene. En dan komt maandag... ochtend, nou moet ik nog even kijken, ja, jullie hebben hem in ieder geval gezien. De Feyenoord PEC Zwolle vlog is online gekomen met de beelden van Joost. Omdat ik natuurlijk dus die dag, bewuste dag, mijn camera ben verloren. Dus nogmaals, wou ik nog even voor bedanken. Joost, bedankt voor de beelden van Feyenoord tegen PEC Zwolle. Ik ga even een hapje eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ben weer terug. En ik ben inmiddels weer terug en ik hoop dat dit de laatste video is. Ik heb goed nieuws. Wat een schat is mijn moeder ook. Hè? Het is ook echt een schat. Ik heb al een camera gezien. Die heb ik jullie ook laten zien. En waarschijnlijk gaat morgen mijn moeder speciaal voor mij 's ochtends naar Rotterdam om de camera te kopen. Het gaat dus toch waarschijnlijk door. En dan kan ik toch de laatste training filmen en de wedstrijd Feyenoord-Ajax kan ik een vlog van maken. Nou, echt geweldig. Ik ben er echt hartstikke blij mee. En dat heb ik gewoon weer eindelijk gelukkig weer een camera. En ik ben er wel heel erg blij mee dat ik dan weer mijn camera's terug heb. Kan ik ook weer buiten filmen en zo. En hoef ik niet deze te gebruiken. Alhoewel het toch wel goed ging. De afgelopen dagen dat ik even geen camera had, heb ik gewoon met deze, met OBS toch de vlogs opgenomen. Zodat jullie toch vlogs te zien krijgen. Ik ben druk bezig. Momenteel staat Openluchtmuseum deel 1 te uploaden. En Openluchtmuseum deel 2 ben ik nu aan het bekijken. En die ga ik dan ook online zetten. Dus dan zijn alle openluchtmuseumdelen zijn in ieder geval klaar. Hoef ik alleen nog een kleine vlog te doen van Feyenoord. Met beelden nogmaals met dank aan gewoon Joost. En dan ben ik een beetje rond. En dan kan ik eindelijk gewoon weer aan de normale vlogs gaan beginnen. Daar ben ik nou dus druk mee bezig. En daar ben ik eigenlijk al de hele avond al mee bezig. Ik ben de hele avond al aan het... video's terug bekijken of dat het allemaal goed is. Want de vlogs van het Openluchtmuseum zijn allebei klaar. Ik hoef ze alleen nog maar even na te checken of dat alles echt helemaal in orde is. En dan kan ik ze gewoon online plaatsen.
Dan kan ik ze in de wachtstand zetten voor zaterdag en zondag. Dat wil dus gelijk zeggen, kom gelijk op het weekend kom ik. En op aankomend weekend is het dus zaterdag komt er een vlog. Als het goed is, als de camera er is. Van de laatste training voor de wedstrijd. Aanstaande zondag komt het verslag van mij, de vlog van mij van Feyenoord Ajax. De klassieker in Nederland bij het voetbal. Dus zeker weten mijn kanaal in de gaten houden voor deze vlogs. En voor natuurlijk nog meer hele leuke vlogs hier op dit kanaal. Ik ga hem weer even neerleggen. Ik ben nog heel even aan het editen. Ja, sorry. Wou ik trouwens ook nog zeggen. Vorige week, dat is dus, vorige week, dat is dus deze week van opname. Zijn er even geen livestreams geweest. Ook geen GTA-livestreams geweest. Mijn excuses daarvoor. Maar ik ben zo momenteel zo druk bezig met het bewerken en het maken van de vlogs. En het bewerken van de vlogs, dat ik geen tijd heb gehad om deze week live te gaan. Mijn excuses daarvoor. Ik hoop een beetje op begrip hiervoor. Ja, de laatste twee vlogs hebben gewoon heel veel tijd in beslag genomen. Ik moest echt heel veel tijd hebben erin gezeten om deze vlogs te bewerken en te editen. Dus nogmaals mijn excuses hiervoor. Ik ga nog heel even verder en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en ik ga naar bed. Het is 11:30. Ik ben echt doodmoe. Mijn ogen vallen al bijna dicht. Dus ik ga lekker naar mijn bedje toe. Inmiddels staat deel 1 online. Morgen zet ik deel 2 online. En als het goed is, heb ik morgen mijn nieuwe camera. Jullie horen morgen hoe het afgelopen is. En of dat ik de nieuwe camera al in huis heb. En als ik hem in huis heb, laat ik hem natuurlijk even zien. Nou, ik ga in ieder geval even lekker slapen hier ook. De Openluchtmuseum vlogs zijn echt leuk geworden. En ik ga het lekker naar mijn beetje telefoon staan in de oplader alvast. En morgen nog een dagje werken weer. Nog twee dagjes en dan is het weer weekend. Nou, ik zou zeggen in ieder geval. Doe dat blauwe duimpje in de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal natuurlijk. Voor meer vlogs en... druk even op het belletje, dan krijgen jullie elke keer een melding als ik weer een nieuwe vlog of een nieuwe andere video heb geüpload op mijn kanaal. Ik zie Dribbel in beeld lopen. In ieder geval, de groetjes. En ik spreek jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog. De groetjes allemaal. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.